Goedenavond, dames en heren. Welkom in Lava! Meneer? Ja, Rick? Mag ik even naar het toilet, alstublieft? Nee, jongen. Het is bezet. Zeg, Fred. De vlieken zijn nu op de boek aan het zetten. Beste vrienden, vandaag zou ik het even willen hebben over de moderne camouflagetechnieken van de hedendaagse ornitholoog. Er stonden vroeger enkele takken en twijgjes om zich voor onze gevederde vrienden onzichtbaar te maken. Dan is zulks niet langer het geval meer. De dieren zijn zoveel groen niet meer gewoon. Sterker nog, ze zijn er zelfs bang voor. De moderne ornitholoog moet dan ook met zijn tijd meegaan. En het is dan ook niet zonder enige fierheid dat Heinz ons de nieuwe uitrusting demonstreert van de 90er jaren. Bovendien wordt heel wat afval op deze wijze op een nuttige manier gerecupereerd. Een knappe vogel die mij nog opmerkt. Heinz! Heinz! Waar ben je? Heinz! Ik ga eens naar de stad. Kan ik iets meebrengen voor jou? Breng mij een schrijver mee. Maar in die stad wonen geen schrijvers, Billy. Ah, breng dan een boek mee. Billy! Ja? Uw baardvlek, dit is een hot thing. Oei, 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 oei. Nou, Billy, doe eens. Allee, Billy, op wat trekt dan nu? En wat Billy? We hebben een emmer nodig. En een duim. En de duil? En wat Billy, kan ik toch geen twee dingen tegelijk doen, zeker? Wat is dat nu? Hier, duil. Nog meer emmers, Billy. Billy, ik heb geen emmers meer, ze zijn op. Een tuinslang, snel. Ja, Billy, dat is geen werken, jong. Zou we toch niet beter een loodgieter bellen? Maar Billy, hij weet toch dat ik niet kan telefoneren? Oké, dan is het nu het moment om het u te leren. Kom. Hier, Billy, pak vast. Telefoon. Oké. Hallo? Ja? Zeg, Billy, ik ben vergeten om uw nummer te draaien. Ogenblikje, ik ga even terug neer. Oké. Oké, dat is uw nummer, hè, Billy. Ik zal het draaien, ja? Oké. Voilà, dit is gebeurd. Dit is draai. Hallo? Ja? Billy? Spreek ik met Billy? Ja, Billy. Ja? Er is telefoon voor u. Ah ja. Hallo? Ja? Zeg, ik ben juist aan het telefoneren, hè. Kun je straks niet in de weg bellen? Oké. Voilà, zo doe je dat, Billy. Dat is makkelijk. Allee, bel de loodgieter. Hier, pak voor stukken ervan. Voilà, je nooit weet. Hallo, spreek ik met de loodgieter? Hoera, Billy. Dat is gelukt. Ik heb met de loodgieter gesproken. En, wat is dat gezegd? Ja, daar spreekt u mee. Het is niet moeilijk, de paas zal niet zijn lekker, want die vlag is al onder water. Voor wie? En hij dacht, ja, daar spreekt u mee, dat kan niet geloven. Hé, maar zo'n paard, staat daar geen kraantje aan. Huh? Misschien op de teller. We moeten er maar aan denken. Ja, Billy. Ja? Ik ruik gas. Oh nee! Goedemorgen, professor. En wat heb je vandaag weer uitgevonden? De piano voor componisten die niet kunnen leven van hun muziek. Had Schubert deze maar gekend, nooit zou hij van honger gestorven zijn. Frieten! Pas op, ze komen pas uit vet. Hier.
En wat hoort nu? Natasha Croquette met een sonate voor frietvleugel en ovenhandschoen. Hier Freddy Keurhaas met het nieuws van de dag. We zien tegenwoordig steeds minder trekpaarden. De dieren worden vervangen door tractoren. Gelukkig zijn er nog boeren die het verkiezen om met dieren verder te werken. Zoals bijvoorbeeld met het trekvogeltje. Hallo? Jip, jip. Dit was Freddy Keurhaas met het nieuws van de dag. Over naar de studio. Lieve dwangbuisje. Goedenavond. Alleen mijn maag doet ze nog iets vol. Pas op, ik moet nog met de auto rijden. Ja, maar wie rijdt er? Ga je of de auto? Maar met de auto, want ik kan niet rijden. Vroom, vroom, vroom. Mijn motor is verzopen. Ja. Hij heeft te veel aan uw sjokske getrokken, zeker? Madame, ik ben een man van in de 30 en ik zou zo graag trouwen. Maar ik ben nogal klein geschapen. En de meeste vrouwen hebben liefst een flinke brok, hè? Maar vindt u ook niet dat het niet de grootte is die telt, maar wat dat je ermee doet en de tederheid? Luister, de tederheid, dat is voor de flair. Voor mij telt iedere centimeter. Madame, hoe maakt u moel parquet? In een blauwe zone met een schaar. Madame, ik ben een meisje van 15 jaar en heb mijn vriend een kus gegeven, zonder condoom. Is het mogelijk dat ik nu zwanger ben? Help me alsjeblieft. Weet je wat, doe een paar druppeltjes predictor in mijn neus, dan weet het. Zonder ja, onder de mensen, een blij gezicht te zien, geeft zoveel vreugd. De brandeloot lichtje. Komt in belde. De neus en de ogen heb ik van mijn vader. De oren en de kin van mijn moeder. Jammer dat ze dood zijn, anders konden ze die meteen terugkrijgen. Dit is Camille Kafka, dit is Camille Kafka. En ik zal geen twee keer zeggen, goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Super Kaf Channel. Die dit keer volledig bestemd is voor de allerkleinste, rechtstreeks vanuit de kafteling. Is het niet, Poepie Pels? Ja, Camille, voor de allerkleinste. Dit is Poepie Pels, jongens en meisjes. En dat is echt een hele lieve hond. Maar hij kan geen enkel trucje. Ja, dat klopt. Sinds mijn accident kan ik geen enkel trucje meer. Hij kan zelfs niet eens zijn belastingen meer ontduiken. Zo zwaar was het accident. Ja, het was een heel zwaar accident. En het was vooral een hele zware camion, hé Poepie. Kijk, hier staan haar pootjes, hè. En Poepie is ook verlamd. Ze kan alleen maar haar hoofd nog bewegen. Trouwens, vandaag zal Poepie voor de verandering een keer helemaal weer kunnen bewegen. Een keer helemaal kunnen wippen en springen als nooit tevoren. Ja, springen en wippen, joepie. Dankzij deze bokaal, die gevuld is met... Met wat, Camille? Nee, met getemde vlooien. Oh, nee. Allee, hop, springen maar, Poepie. Hetta, wat kun je daar? Het is een echte nazenwind. Stop. Zo tellen ik dat je die vloeit. Ja, zeg. Wat was het? Je moet toch altijd een tussen zitten die de resistent moet uithangen, hè? Ai. Maar niet met mij, hè. Ach, Patrick, mag ik even uw mes? Hey, wat scheelt er, Camille? Je hebt er toch geen pijn
moet dat mes ergens verkeerd vastgepakt hebben. Kijk eens hier. Oei, oei, bloed. Oeh. Oh, lala. Oeh, ik heb waarschijnlijk een nadertje geraakt of zo. Oeh, 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 oei, oei. Oh, hallo jongens en meisjes. Niets aan de hand. Het is gewoon Camille Kafka. Het ziet er wel erg uit, hè. Maar in werkelijkheid is het nog veel erger. Oei, oei, oei. Wacht. Ik kan het direct oplossen. Een beetje rode verf. Zo zie je het verschil niet meer, kindjes. Voilà, zeg. Zeg, Poepie, maar waarom zei hij niet aan het bloeden? Ik heb zelfs zo'n mes in uw rug gestoken. Poepie, ik last van bloedarmoede. Bloedarmoede? Maar had dan nu een keer wat eerder gezegd, hè? Camille zal dat direct oplossen, zeg. Kijk, we zetten een stukje van die darm hier op de wond, voilà. En een ander stukje van de darm steken we in de mond. Voilà, zeg. En ik voel me al direct een andere hond. Eén met een fonteintje. Dat doet mij trouwens denken aan het verhaal van Nijntje het konijntje. Die ochtend was Nijntje al vroeg uit de veren. Ze springt uit haar bedje, pardoes in haar kleren. En daar is onze Nijn in het donkere bos. Onder haar voetjes heurt zoetjes het mos. En kijk eens wie hier is, oom Rits met zijn spannende boek. Maar voor hij daaruit vertelt, krijgt Nijntje een koek. Waar was ik gisteren ook alweer gebleven? Nijntje klein, vraagt oom. Ik denk bij stand 7. Dan vertel ik nu stand 8, roept Nijn, wijl ze lacht. En oom Rits vertelt, terwijl Nijntje luistert heel stil, ze hangt aan zijn lippen. Maar plots zegt oom Rits, genoeg geluld, een konijn moet ook wippen. En hopper de hopper de hop, Nijntje zit er bovenop. En als je weet waarom, dan ben je echt niet dom. En kijk eens hoe interessant, maar hoe was ook weer die vorige stand? Hé, hey, dat is fijn, ja zo moet het zijn. Maar nu wil Nijn weer de bovenste zijn. En kijk eens wat een kabaal, wat een verhaal. Oh, Nijntje hangt verticaal en oom Rit staat ondersteboven. En oulala, Nijntje, souffleur moet ook eens zeggen. Zeg eens souffleur. Wat een gekreun en wat een gepuf. Wat een gekreun en wat een gepuf. Deze stand heet in het Frans... Swisselneuf. Goed, Poepie. Zeer goed. Maar stand 6 en 47, stand 8 en 19. Er zijn er zoveel, maar veel meer nog misschien. Maar nu moet ik gaan, zegt Nijntje spontaan. Dag, oom Rits. Dag, Nijne Klein. Dag. Nijntje vond het heel erg leuk. Maar oom Rits heeft nog jeuk en doet momenteel alleen stand 12 met een beuk. Zo, nu moet ik gaan, zegt Nijntje spontaan. Dag, dag. En ik ben klaar en Nijntje rookt nog een sigaar. Dag kindjes, tot de volgende keer. Dag. Allee krapmul, zeg een keer. Goedendag aan de kindjes, volgende keer. Dag. Allee jong, dag. Wijs open, ja. Als het pijn doet, moet je maar uw hand opsteken. Oké. Okay. Wat scheelt er? Ik heb tandpijn. Fred, spreek op. Waar was je op de nacht van 4 of 5 januari? Hier. Ha ha ha!
Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. De traag? Allee. Nee, komt in orde, ja. Goedenavond, dames en heren. Dat is nu al meer dan... meer dan 75 jaar dat... Kamahurka en Herzele... Ah ja, dat is nog wel vermeld. Het staat op spandoek. Ah ja, natuurlijk staat op spandoek. Ja. Ja. Oké, nee, dat is goed. Komt in orde. Ja. Oké. Opnieuw. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Ach, de tijd vliegt. Dat is wel meer dan 25 jaar. Dat we ons 50-jarig jubileum vierden. Hallo? Het is niet nodig om dat te vermelden, dus dat we 50-jarig jubileum gevierd hebben, nu dat we ons 75-jarig jubileum vieren. Tuurlijk is dat niet grappig. De mop moest nog komen. Hoezo opnieuw? Waarom? We hebben nog niks gezegd. Nee, zijn tekst niet vergeten. Nee, je hebt niet vergeten, hè. Nee, integendeel. Hij is juist in paniek omdat hij hem voor één keer wel kent, zijn tekst. Hij is dat niet gewoon, snap je? Achter 75 jaar. Welkom bij 75 jaar Kamahurka en Herzele. Maar wat ik mij eigenlijk altijd eens afgevraagd heb is... wie is nu eigenlijk Kamahurka en wie is Herzele? Allee, Zele? Sorry, ik was even verstrooid. Maar gelukkig heb ik nog niet gecremeerd. Sorry, John, dat is mijn schuld. Sorry. Welke decor aanpassing? Goedenavond, dames en heren. Welkom bij 75 jaar Kamahurka en Herzele. Welke decor aanpassing? Wat nu weer? Hallo, John? Hallo, de regie? Ai, wat een amateurkus. Allee, Kama, waar blijf je? We zijn nog halverwege het programma. Ik kan toch moeilijk helemaal alleen presenteren? Ik vind mijn beroep niet. Kapitein, we worden aangevallen.
Door wie, meneer Schok? Door een Messerschmitt, bouwjaar 33. Met een Duitse piloot aan boord die nog niet weet dat de oorlog al gedaan is. Zal ik het hem zeggen? Ach, laat maar, kapitein. Een piloot die schiet. Als daar maar geen ongelukske van komt. Snel, kapitein. Ik zoek dekking. Meneer Stok is dood! Dan moet hij toch 20 tellen. In 1920! Kapitein, we zijn geraakt! Ik niet. Kapitein, we storten neer! Kapitein, we storten neer! Niet zo luid, Stok. Denk aan de bemanning. We moeten paniek vermijden, alsjeblieft. Inderdaad. Wat had u gedacht van een interessante levensverzekering? Zeer interessant. Die hebben we ook, maar dan moeten we wel eerst even dit formulier hier invullen. Hebt u ooit last gehad van duizeligheid? Nee. Nee. Vallende ziekte? Nee. Nee. Oorzuizingen? Nee. Nee. Gewichtstoornissen? Nee. Oké, dan kunt u hier even tekenen. Nee. Nee? Ah, nee? Ah, wel, het is proper. Het is te hopen dat je ooit een keer in je leven in een situatie terechtkomt dat je zult beklagen dat je deze levensverzekering niet afgesloten hebt. Want stel een keer, pas op, ik zeg maar eens, dat je plotseling zou neerstorten bijvoorbeeld. Hé, wat dan? Maar meneer, we storten neer. En dat vinden wij plezant. Kan mij soms iemand een interessante levensverzekering afsluiten, alsjeblieft? Als ik val... Als ik val, waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn. Als ik val, waar de meisjes zijn, dan is het knal. Binnen! Dag, dokter. Haven, patiënten. Zeg, dokter, ik heb last van buikloop. Om de 5 minuten moet ik naar het toilet. En hoe lang doe je erover om daar te geraken van patiënten? 6 minuten. Ik begrijp je probleem. Weet je wat? Ik zal je een zetpil voorschrijven. Ene met weerhaken. Alsjeblieft van patiënten. Dank u, dokter. De volgende. Van patiënten, waar ben je? Hier, dokter. Allee, waar zit hij nu? Van patiënten! Dokter! Ja? Die zetpil die je me hebt voorgeschreven! Wat scheelt er aan? Nu ben ik verstopt! De volgende dan! Binnen! Wat scheelt er aan patiënten? Nog steeds last van moeilijke stoelgang, dokter. De volgende! Ik ben zo eenzaam zonder mij, zonder mezelf toch zo alleen. Ooit was ik nogthans met één, maar ik ging weg, ik verdween. Ik weet wel wat er toen is gebeurd, die ander heeft mij meegesleurd. Het is zoals ik het nu zeg, ik kwam terug en ik was weg. Ik me vreselijk.
De tijd staat stil zolang ik gil, maar gaat daarna weer veel te snel. De buren komen op mij af, mijn bed verandert in een graf. Ik ben zo eenzaam zonder mij, toch blijf ik weg. Voor goed verdwenen zoek ik mezelf boven mijn benen, vind ik slechts tranen van het wenen. Hetzelfde ogenblik mis ik me vreselijk. Ik bel mij op, maar het is bezet. Ik loop op de deur, maar ik doe niet open. Dus ga ik maar weer alleen naar bed. Want in mijn dromen kan ik hopen, als je mij ooit eens tegenkomt, doe mij dan van mij de groeten. Zeg me dat ik me heb gemist, sinds ik spoorloos ben vermist. Oh, ik mis me. Is me verschrikkelijk. Ook op ditzelfde ogenblik mis ik me Goedenavond, dames en heren. Dit was Lava.